Voor de VMBO-leerlingen van de Thorbecke scholengemeenschap was het vandaag een spannende dag. Vanmiddag kregen ze te horen of ze zijn geslaagd. Maar liefst 93% van de leerlingen heeft vandaag het eindexamen gehaald. Hey! Hey! Wel, we raken hele diepe buiging voor de prestatie die jullie met elkaar geleverd hebben. Gezichten, die blijdschap van ik ben geslaagd, ik heb het gered en die emotie, nou dat is hartstikke tof om dat mee te maken. Het is geweldig, het resultaat is echt, hadden we niet verwacht. Blijft ook altijd sneu voor die enkele leerling die het niet gered heeft. Of sommigen die ja, moeten nog een paar dagen aan de slag. Maar op zich zijn we hartstikke trots op wat de leerlingen gedaan hebben. Nou, ik had eigenlijk niet verwacht, want het was zeg maar 50-50 of ik mijn centraal examen goed had gemaakt. Omdat ik er niet zo heel erg goed voor stond. Maar ik was wel helemaal blij. Met het behalen van dit diploma zijn de leerlingen er nog niet. Ze zijn nog geen 18, dus nog een paar jaar leerplichtig. En wat gaan deze leerlingen eigenlijk doen? Nou, de meeste leerlingen gaan toch door naar het mbo. Dat is ook een groepje dat na een trainingsprogramma dit jaar verder gaat in de HAVO bij ons. En op het mbo gaan verschillende leerlingen naar de hotelschool bijvoorbeeld. Dat is populair. De sportrichting is ook best wel populair. Ik ga waarschijnlijk international hospitality studies doen op Deltion. Zeg maar een soort middelbare hotelschool. En ja, dat ga ik doen de komende 4 jaar. Ik ga naar Deltion, junior account manager. Ga ik daar studeren. Ja, feesten en bier drinken en gewoon losgaan. Ja, ook nog steeds bij de bommen. Ja, ik kan overal, ja. Kastelein, ja. Maar uiteraard de bommen natuurlijk, ja.